Hoe, hoe gaat het met jou? Ja, met mij hartstikke goed. Ik bedoel, ik ben een tijdje weg geweest uit, uit Nederland. Maar uh, nu weer lekker terug bij de familie. En uh, ja, het is heerlijk om weer terug te zijn. Want uh, de mensen hebben jou bij RKC nog gezien. Maar daarna heb je inderdaad een wereldreis gemaakt. Hoe kijk je daar na een aantal seizoenen op terug? Ja, ik moet, ik moet zeggen dat het uh, ja, een van mijn beste keuzes is geweest om... Uh, ja, even helemaal, uit, uh, ja, helemaal naar Australië toe te gaan om een nieuw begin eigenlijk en uh, een ander land te verkennen. En ik had natuurlijk uh, ja, andere mensen gevraagd, Pascal Bosch gaat hoe, hoe, hoe dat was en uh, die zou ook van doen en, en andere mensen die, de, die er zijn geweest. En ja, helemaal geen spijt van gehad. Ik bedoel, ik kom bij Western Sydney terecht en uh, ja, we winnen de, de Asian Champions League. Je gaat naar wereldbekers voor clubteams en, en dat met een Australische club eigenlijk. En, ja, finale gestaan van de Australische competitie ook. Dus alleen maar, alleen maar leuke momenten en, en het gezin was natuurlijk ook mee. Ja, dat was een, een heel fijn, uh, een fijn moment uh, in mijn leven. En, uh, ja, daarna is Korea erbij gekomen en uiteindelijk China, de laatste trip. Ja, want uh, de eerste ploeg waarbij je in de kijker speelde, dat is een van de topclubs uit Zuid-Korea. Uh, Scouter die? In uh, Australië, of hoe werkt dat? Ja, ik, ik, ik moet zeggen. We, we speelden natuurlijk uh, in de Asian Champions League. En toen speelden we tegen FC Sol. En daar hadden de trainer me de eerste keer gezien. En de tweede keer uh, scoorde ik een hattrick tegen, tegen Brisbane. We stonden 3-0 achter. En uh, ik draaide die wedstrijd om. Uh, ja, in, in ja, 50 minuten tijd eigenlijk. Uh, ja, scoorde ik drie goals. En, uh, en dat had hij gezien. En hij was daar omdat ze tegen Sydney FC moesten spelen. Had hij die wedstrijd gezien. En nou, ik terug naar Nederland. Vakantie en... Uh, Uiteindelijk kreeg ik een belletje uit, uh, uit Korea. En toen dacht je gelijk doen? Ja, dat, dat is wel hoe ik een beetje in elkaar zit zeg maar met gevoel. Uh, ook toen ik naar Australië ging. Het is, ja, ik werd benaderd toen door de trainer. En, ja, daar moest ik wel iets langer over nadenken, omdat ik natuurlijk andere opties had in Nederland. Maar uh, toen Korea ook kwam, ik denk ja, hoezo komt dat weer op mijn pad? En, en ja, de manier hoe dat is gegaan en uh, de trainer was zelf ook een buitenspeler. En ja die zag het helemaal voor hem zeg maar en, en ik ook ik dacht een nieuw land ik was daar ook geweest met, uh, met de Champions League wedstrijden en, en ja dus ik, ik kende dat land wel een beetje en uh, het was echt een uh, hele mooie mooie een mooie club dus uh, ook dat was mooi en daar ook de beker gewonnen dus ja, al, alleen maar mooie dingen via een andere weg uh, heb ik kunnen meemaken en dan de tweede club en naar China tweede divisie ja dat was eigenlijk Heel gek, ik bedoel, ik zat bij, bij natuurlijk een topclub in, uh, in Korea en uh, alles was in principe oké. Okay. En dat kwam ook weer op mijn pad. En ik denk, ja, weet je, ik, ben ooit, uh, ik heb nooit in China gevoetbald en hoe zal dat zijn? En eerst goed met de trainer overlegd en kijk wat mijn rol zou zijn. En in principe wilde hij niet dat ik wegging. En we het toch zo besproken. Ik dacht, van ja, dat, dat komt nu toch zo op mijn pad eigenlijk. En uh, ik ben nu ook uh, 33, dus. Uh, ja, misschien wil ik dat wel om te kijken hoe dat is en uiteindelijk toch gedaan. Dus ik, ik, ik ga vaak op mijn gevoel af uh, uh, ja, wat op mijn pad komt eigenlijk. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het financieel ook wel echt een klap is geweest, die laatste twee transfers. Ja, gezien, van, uh, gezien als je het vergelijkt met Australië, is dat natuurlijk uh, financieel zeer aantrekkelijk geweest voor mij en ook op mijn leeftijd natuurlijk. En daarom heb ik natuurlijk ook de keuzes ook gemaakt uiteindelijk om, het, om het te doen en op mijn leeftijd, uh, dat zulke dingen nog op je pad komen. Daarom zeg ik ook van, uh, ja, weet je, in voetbal moet je altijd, altijd alles geven zolang je, je erin zit. En, uh, dat heb ik altijd gedaan en uh, ik heb nooit opgegeven ondanks uh, blessures toen de tijd. En uh, altijd erin blijven geloven. En uiteindelijk, uh, het mooiste mooie dingen zijn ook aan het eind gekomen voor mij dan, in dat opzicht.